Ons land telt wel 11.021 farmaceutische bedrijven. 4.737 daarvan zijn apotheken die open zijn voor het publiek. Wij bezoeken één daarvan in de provincie Vlaams-Brabant. Een klassieke apotheek die ook online actief is en inzet op informatieverstrekking. Een must in dit digitale tijdperk. Het grote verschil tussen de fysieke winkel en de online winkel is vooral het feit dat er een andere relatie is tussen de klant-patiënt met een online klant of de fysieke klant. En trachten daar een middenweg in te gaan vinden, dat is de bedoeling. Zowel de fysieke klant als de online klant heeft behoefte aan informatie, heeft behoefte aan begeleiding om de juiste keuze te maken binnen eigenlijk het overaanbod dat er nu bestaat. Farmacie.info is eigenlijk de online broer van de fysieke apotheek. Ongeveer 22 jaar geleden hebben we het domein www.farmacie.info gekocht. En we willen eigenlijk de online extensie van de fysieke apotheek in farmacie.info. Er zijn verschillende manieren om elkaar online te kunnen bereiken. Maar we hebben nu een beveiligd platform ook, en dat noemt Pharmat Online, waarbij dat we elkaar op een heel eenvoudige manier beveiligd kunnen bereiken. Voor deel te nemen aan het platform moet je aanloggen met It's Me. De keer dat je aangelogd bent met It's Me, kan je je koppelen aan een bepaalde apotheek. En dan ben je gekoppeld aan die apotheek, kan je daarmee communiceren online.